Ben je druk? Op dit moment eigenlijk, ik doe heel veel televisiewerk voor Viaplay. Maar hoe vind je het werk als analist? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik eigenlijk er altijd een beetje tegenop zag. Want ik ben eigenlijk een hele slechte. Ik kan eigenlijk niet eens een wedstrijd tactisch analyseren. Dus ik weet niet eens of een team 4-3-3 speelt of 5-3-2-1. Maar gelukkig is dat niet mijn rol bij Viaplay. Daar hebben we bepaalde trainers voor ook. Johnny van Schip zat erbij, Van Bronckhorst zit er nou. Ron Vlaar hebben we, Cedric van der Gun en Simon Tjomme. Die zijn heel tactisch. En ik ben eigenlijk voor alles eromheen. Ik heb natuurlijk de Premier League gespeeld. Dus ik weet een beetje, met mijn ervaring probeer ik een beetje die wedstrijd te bekijken. Dus dat gaat eigenlijk heel goed. Dat doe ik nou sinds vorig seizoen. Ik vind het heel leuk om te doen. En wat vind je van Liverpool dit seizoen? Ze doen het weer beter, hè? Ja, ze doen het in ieder geval een stuk beter. Alleen het is ja, wel heel apart dat eigenlijk ook door iedereen wordt gezegd dat het eigenlijk nog niet eens zo heel goed gaat. Alleen ze staan wel bovenaan, dus het gaat goed genoeg. Vorig jaar hadden ze heel veel blessures. Dus ze hebben echt bijna elke wedstrijd met een andere selectie of een andere elf moeten spelen. Vooral achterin en op het middenveld. Daarvoor hebben ze heel veel wedstrijden gelijk gespeeld, verloren thuis. Ze kwamen bijna volgens mij vorig jaar 15 wedstrijden achter in de eerste kwartier met 1-0. Dus daar moesten ze elke keer weer terugknokken. Nu zit de verdediging wat beter in elkaar. Van Dijk is weer echt in topvorm. Dus ze hebben de minst gepasseerde verdediging. De strikers die blijven altijd scoren. Je zei dat Van Dijk echt een topseizoen draait. Maar hoe doen Gakpo en Gravenberch het? Ja, Gravenberch, moet ik eerlijk zeggen, die begon heel goed. En daar was iedereen gelijk heel enthousiast over. Ze hebben ook Curtis Jones bijvoorbeeld, die veel speelt. Dat is echt een middenvelder die een bal aanneemt en dan eigenlijk een balletje zijwaarts naar de middenvelder speelt en terug naar Van Dijk weer. En elke keer als Gravenberch erin kwam op zijn positie, pakte hij die bal, draaide hij om en begon hij te sprinten, was tot midden. En dan werd hij gelijk heel gevaarlijk. Gaf gelijk een assist in de eerste wedstrijd op Gakpo, die scoorde toen. Maar daarna werd het een beetje wisselvallig. Gakpo eigenlijk ook, als ik hem een cijfer moet geven, een beetje een 7 op dit moment. Dus het is eigenlijk wel een hele goede voldoende. Gravenberch is natuurlijk zijn eerste jaar, die is zich gewoon aan het aanpassen. Hij is nog heel jong. Gakpo is natuurlijk ook nog heel jong, maar het ziet er in ieder geval heel goed uit voor de toekomst bij hun allebei. Jij hebt veel prijzen gepakt bij die club. Ja, ik heb het geluk gehad dat ik op een goed moment kwam en dat het op een beetje geluk gehad dat seizoen. Alleen volgens onze coach toen, dan dwing je dat geluk zelf af. We hebben eigenlijk alles gewonnen wat we konden winnen. We hebben elke competitie, de League Cup, de FA Cup, de Europa Cup en toen ook nog in het nieuwe seizoen de twee Supercups, nationaal en Europees, tegen de Champions League winnaar. Dus 5 bekers in 1 kalenderjaar. Dat is bij een club als Liverpool dat al zoveel gewonnen heeft, is het wel uniek. Dus dat is al mooi dat ik in ieder geval bij de historie van Liverpool behoor. Dus dat was echt een fantastisch jaar. En dan wil ik nog even één speciale wedstrijd bijhalen. De UEFA Cup finale 2001. Ja. Ja, Ja. dat was een hele bijzondere Ja, ik wedstrijd. sta er met de. Ik sta met die met de foto. Met die beker op de foto, zeg ik altijd. Want voor een keeper. Het is een beetje als de bekerwedstrijden in Nederland, waar je heel veel jongens ziet van maakt niet uit hoe je wint, we staan in de volgende ronde. En bij mij was het bijna dat ik echt met mijn hand voor mijn gezicht van het veld afliet. Want ik kreeg 4 doelpunten tegen in een finale voor een Europa Cup. Ja, dat is eigenlijk ongekend. Bij de laatste goal zag ik het doelpunt zag ik ook nog niet goed uit. Dus Jordi Cruyff scoorde. Eerste helft stonden met 3-1 voor, dat had 5-0 moeten zijn. We speelden ze helemaal van het kastje naar de muur. Ja. Na de rust stonden we binnen 5 minuten stonden we al 3-3 weer. En toen was het echt een knotsgekke wedstrijd. En ik weet nog wel dat ik die wedstrijd, we scoorden de 5-4 in de extra tijd. En ik draaide me om, we speelden in Dortmund voor 80.000 man. En al mijn familie zat achter mijn doel, waar ik in de tweede helft stond, dus in die extra tijd. En ik stond echt te juichen en ik dacht echt bij mezelf van, nou, ik laat nou nooit mijn goal. Ik doe alles daar. Er komt geen goal meer, ik krijg geen goal meer tegen. En toen draaide ik me om en toen zag ik iedereen en de bank en alles al in de cornervlag, want het was een golden goal. Dus dat had ik niet helemaal door. Nou, toen heb ik echt, volgens mij heb ik nog nooit zo hard gerend over de 100 meter. Dus dat was echt
Eigenlijk een geweldig gevoel, maar echt nog steeds ja, een van de meest bizarre wedstrijden ja, van Liverpool ooit. Ik wil nog even over de twee Nederlandse keepers in Engeland hebben. Hoe vind je dat zij het doen? Vlekken en Verbrugge? Ja, eigenlijk, ja, Vlek en Verbrugge, het zijn twee verschillende situaties. Ook wel heel apart eigenlijk, want ja, Vlek doet het heel goed bij Brentford. Ja, moet ook weer wennen aan de competitie. Het is natuurlijk voor een keeper is het altijd anders. Dat zag je van de week weer bij, volgens mij was het Burnley, waar een keeper buiten de 5 meter gewoon ondersteboven wordt gelopen door een speler en het doelpunt wordt gewoon toegekend. Ja, daar is het. Het is een ander soort, een andere manier van keeper. Het is allemaal veel sneller en veel sterker. Je moet veel fysieker zijn. Dus ja, het eerste jaar doet Vlekken het gewoon heel goed. En dan, ja, Verbrugge, die komt als 21-jarige eigenlijk naar Brighton en die speelt gelijk de Premier League. Een hele rare situatie daar ook, dat hij om de paar wedstrijden speelt samen met Steele. Maar ja, ik moet eerlijk zeggen, dat is heel lastig voor een keeper, omdat je dan niet echt in een ritme komt. Helemaal als je moet wennen aan de competitie. Maar hij krijgt heel veel vertrouwen van de coach. En hij speelt ja, goed genoeg om ook bij het Nederlands elftal eerste keeper te zijn op dit moment. En ik denk dat hij, als hij gewoon zo doorgaat, dan, ja, dan blijft hij ook. Ik zie geen reden om hem eruit te halen eigenlijk bij het Nederlands elftal. Dus ja, ze presteren allebei goed. En ja, Verbrugge is dan iets jonger. En die krijgt dan het voordeel. En die heeft het geluk dat hij kon spelen terwijl Vlekken geblesseerd was. Nu ken ik nog een goede keeper, een Sam bij AZ. Hoe gaat het met hem? Ja. Ja, die heeft echt een heel ja, moeilijk jaar achter de rug. Hij is 2 keer geopereerd. En ja, dat ging maar niet goed. En ja, het ziet er nou beter uit. Het gaat steeds beter. Hij zit vol in de revalidatie. Of aan het einde van zijn revalidatie. En hij deed het heel goed in de keukenkampioen-divisie. Dus ja, hij is 21, ook nog heel jong. Alleen ja, hij moet zorgen dat hij gewoon 100% fit wordt. Je ziet nu ook bij AZ dat verschillende keepers gewoon de kans krijgen. En het is ook echt een goede club voor een jonge speler. Dus ja, eerst fit worden en dan moet hij het laten zien. Sander, dank je wel weer voor je mooie verhalen. En succes met analyseren. Niet te tactisch. Ja, dank je wel.